Het is medio juli, prachtig weer buiten. En we zijn hier op de Universiteit van Tilburg. En iedereen zou denken, die is gesloten, of er is bijna niemand. En alle studenten liggen thuis lekker in de zon. Maar niets is minder waar, hier is een project gestart, Summer School. Iemand die er alles vanaf weet is Daan Kleijsen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Summer School is een project waar zowel nationale als internationale studenten aan deelnemen. En tijdens de zomer een cursusprogramma volgen aan de Universiteit van Tilburg. Waarom doen ze dat? Iedereen heeft een eigen doel. Sommigen bereiden zich voor op een trip naar het buitenland. Met name Tilburg studenten die zich voorbereiden met een taalkursus. Internationale studenten komen hier vaak om alvast een voorproefje te nemen wat Tilburg te bieden heeft. Sommigen hebben een verplichte cursus die ze moeten volgen. En anderen die vinden het gewoon heel erg leuk om een bepaald thema of onderwerp in ieder geval meer over te weten te komen. Hoe lang duurt dat project, Summer School? Het duurt in totaal 4 weken tot half augustus. Dat wil zeggen dat ze dus aanzienlijk minder vakantie hebben dan dit jaar. Jazeker, ze geven echt een groot gedeelte van hun vakantie op, ja. Maar dat geeft hun wel de ruimte om in ieder geval deze programma's aan deel te nemen. Want normaliter zitten ze gewoon in het reguliere academisch jaar. Zijn zij druk met allerlei andere programma's. We kunnen eigenlijk praten over hardwerkende studenten. En dat is meestal nogal een beetje wat er denigrerend over gaan over studenten. Ja, klopt. Ja, het zijn echt fanatieke studenten die hun zomer opgeven om hier te komen studeren. Tessa, wat is het programma voor vandaag? Om 11:15 beginnen we. Dan zullen alle studenten naar de openingszaal vertrekken. En in de openingszaal zullen wij vervolgens een speech geven. Daan Kleijsen zal een speech geven. Ikzelf zal een speech geven. En aansluitend hebben we nog een groepsfoto met alle studenten van de Summer School. Daarna hebben we nog een lunch. En zullen we ook een dansact te zien krijgen. Ik wens je vandaag veel succes. Dank u wel. U zit al lang in deze wereld. Kun je nu zeggen dat de student anno 2013 een andere student is als die van 1995? Dat kun je wel zeggen, ja. Veel internationale karakter, zeker. Ten slotte, wat zou u nog willen zeggen als laatste? Nou, dat naast de cursusprogramma's die we aanbieden, dat wij ook een sociaal programma voor de internationale studenten organiseren. Waar ze deel kunnen nemen. En daarbij te denken aan een stukje cultuur van Nederland en Tilburg dat ze leren ontdekken. We bezoeken Amsterdam, we bezoeken Den Haag. Hier in Tilburg bezoeken we de kermis volgende week. Dus ja, wij proberen in ieder geval het internationale karakter, in ieder geval ook hier in Tilburg, te gebruiken. Daan Kleijsen, ik wens veel succes. Dankjewel. Okay, first of all, I want to thank everyone for coming here. And before I start this demonstration, I want to tell you a little bit about what I'm going to do. I'm going to do a sport. It's called martial arts tricking. I have my back real low, and it's going to look like this. That's a hollow back.